Missie Max is echt een dag voor het thuisfront. Het thuisfront achter de militairen. Een dag waarin zij in het zonnetje worden gezet met allerlei artiesten en mooie activiteiten. We hebben zo'n 1200 militairen momenteel ingezet in zo'n 20 missies. En dat laat ook wel zien hoe het rommelt in de wereld om ons heen. Het laat zien hoe het rommelt aan de grenzen van Europa. En zelfs binnen Europa, zoals we in Parijs hebben gezien. Dus er wordt een groot beroep op de krijgsmacht gedaan om te helpen tot stabiliteit te komen en dat op te lossen. Ondanks alles ben jij nog steeds degene van wie ik hou. Nou, we draaien heel wat missies in de wereld en evenveel gezinnen blijven dus achter in Nederland. En het is niet altijd makkelijk als je zonder je partner hier in Nederland de zaken moet runnen. Want ieder gezin heeft toch zijn ups en zijn downs en je staat er dan ineens heel alleen voor. En de omgeving begrijpt dat niet altijd. En daarom is het mooi dat we met de thuisfront elkaar kunnen steunen en dat er zo'n dag ook die waardering wordt uitgesproken voor ze. Ja mensen, we gaan schakelen met Afghanistan. Hoe gaat het daar zo? Hier gaat het uitstekend. Laat me horen jongens. Hoe gaat het met jou? Hoe is hij met jou? Hoe gaat het met jou eerst? Okay. De Missie Max Stars en Sander de Bisonnier. Ik hou je vast in mijn dromen en gedachten. Ik hou je vast, voel je armen om me heen. We hebben hier in Valkenburg een fantastische Missie Max Dag gehad. Ja, waarom doen we dat samen met Defensie? Omdat het heel belangrijk is dat het thuisfront, dat hij gesterkt wordt, dat we zijn hart onder de riem steken en dat ook de militairen en het thuisfront via live verbindingen even contact hebben met elkaar. Prachtige optredens. En ik ben ontzettend trots dat we deze dag voor onze militairen hebben kunnen organiseren.